profniveau en nu hebben ze een profcompetitie opgestart. Allemaal om het internationale niveau omhoog te krijgen, want Japan is aan het wegzakken. Dat gaat om de main tendens. Het is Van Diemen geworden. Slordige bal terug en dat was een druk momentje voor Smits met succes. Bal laten liggen voor Shimizu. Minami. Miyagawa. En Minami. Kumagai vraagt. Wordt overgeslagen. 11 teams. En Sendai doet het heel goed in die competitie. Dat zie je ook terug in deze opstelling. En ook in de laatste wedstrijd tegen IJsland. Speelsters van Sendai. Geselecteerd door Ikeda. Minami. Goede balcontrole. Miyagawa. Minami. Van Urawa Red Diamonds. Urawa Red. Van Diemen. Snoeis kijkt even om zich heen. Gaatje goed dichtgelopen door de coach van Ikeda, de huidige bondscoach. 2018 wereldkampioen geworden met de 120 ploeg. Rustig. Levels, goede bal. Smits buitenspel gegeven. Verkeren. Dijkstra, rustig. Baings. Asagawa, onder druk gezet. Door Snoeis. Asagawa. Speelster van West Ham United. Dus ook uit in Engeland. Dat was bijvoorbeeld Kraagman. Kraagman die vaak bij de selectie van Oranje zit. Zelden of nooit aan spelen. Kom maar, kijk. Miyagawa onder druk gezet door Van der Zanden. Die loopt door. Minami. Werkt niet. Shimizu. Kom maar, kijk. En is ook nu slordig. Levels twijfelt even, maar heeft nog tijd genoeg om die bal te onderscheppen. Levert hem ook meteen weer in. Heel veel balverlies is nu in korte tijd aan beide kanten. Hayashi. Shimizu. En Kumagai. Nagano. Minami, Hayashi en Kumagai. Zwak. Miyagawa. Hayashi. Minami en Kumagai. Zij moet die ploeg eigenlijk nog steeds bij de hand nemen. Sinds het laatste WK. Japan werd uitgeschakeld door Nederland. Kwartfinale, 2-1 gewonnen. 2 goals. Eigen onwennigheid met de samenstelling van het team. Dan is een 2-0 nederlaag op zich nog wel te begrijpen. Ze zien andere speelsters inpassen. Nu moet hij wel. Minami. Miyagawa. Minami. Goede bal achter de verdediging. Handje de lucht in.
Van Dijkstra. Vorig seizoen nog voor Milan. Nu dus in Engeland. Smits, half weggewerkt. Herkansing voor Japan. Snoeis. Iemand rustig blijven. Ja, Renate Jansen werkt in ieder geval die bal weg. En deze ook. Er is wat topoverleg voor nodig geweest om deze vrije trap te nemen. Maar hij valt wel goed bij de tweede paal en dan overgeschoten. Eigenlijk de eerste echt in deze wedstrijd pas. Nog wel 37 minuten onderweg. Janice van der Zanden, kans voor haar eerste echte voorzet. En die komt er niet uit. Precies zoals Oranje het zou willen doen. Alleen dan gedaan door Japan. Het was echt een goede aanval, maar dan zonder afronding. Te wachten was het van Japan. Dan staan ze niet zo hoog op de wereldranglijst meer. Ze kunnen nog steeds echt voetballen. Smits wil graag een overtreding mee. Hussein kent haar natuurlijk. De Duitse competitie wint het niks. Agasawa. Kaagman. Van der Zanden. Laat zich wegzetten. Waaijings. Die kant willen ze nog wel overlappen met Miyagawa. Linksback, die er vaak overheen komt. En dit is ook goed. Waaijings. Asagawa zwerft veel van de linker naar de rechterkant. Ook vooral om ruimte te geven aan Miyagawa hier. Tijd, Waaijings. Van Diemen. Minami. De laatste minuut officiële speeltijd. Er zal wat bijkomen. De onderbreking met Tanaka. En de wissel daarna. Umagai. Shimizu. Nagano. Minami. Miyagawa. Die achterhoede met al die debutanten. Van Diemen, Dijkstra, Levels, Lorsheid op doel. Die heeft zich over het algemeen heel behoorlijk gehouden. Ruimschoot meer balbezit dan Nederland. Waaijings werkt weg. Dan is het aan Smits. Sterk. Iemand in de rug. Omschakeling met Nederland komt er niet uit. In haar tijd bij ADO opvallend. Opvallend goed. Opvallend aanwezig. Kasten naar Ajax had daar echt tijd nodig. Ze moet de basis te spelen om maar profspeelster te worden. Concurrentie van China. Van Zuid-Korea, van Noord-Korea misschien ook nog wel, maar in coronatijd is dat niet zo. En nou Strijk. Rustig verdedigd door Dijkstra. Van der Zanden. Toch ook in de B-ploeg. Hasagawa. Shimizu Hasagawa. Minami. Nederland maakt het klein. Rond de middenlijn. Kumagai. Van Diemen zit ertussen. Doorn werkt weg. En er staan aan de zijlijn nog wat, ik zou bijna zeggen, standaard oranje klantenkar. Hayashi, rustig achteruit.
Minami. En dat ze het kon, heeft ze daar laten zien in het eerste deel van deze competitie. Berestein, geen buitenspel, niet bereikt. Minami zit ertussen. Alf. Ook niet in tweede instantie. Als Van Diemen probeert te verdedigen, Van Doorn wegwerkt. Nou er niet bij. Op. Dongen. Minami. Shimizu. Het is voor haar bekend terrein om in de Eredivisie via ADO Den Haag, dat overigens ook voor Renate Jansen. Minami. Inmiddels meer dan 50 interlands. Dat is een Japanse vrouw sowieso veel meer A-interland ervaring dan Nederland. Ja, inmiddels misschien niet meer. Zeker niet met spitsen binnen de Baaiings. Bal onderschept. Spitsen. Dan valt een beetje half. Berestein wil graag een vrije trap mee en die krijgt ze. Overtreding van Minami. 20 minuten nog. Het is nog altijd 0-0. En voor Nederland zal dat voelen als niet slecht. Maar wie weet wat er nog kan. Berestein. Buitenspel gegeven. Van Dongen. Spitsen. Vermoed weer buitenspel en inderdaad. Oh, die Slagers. Zou ook kunnen debuteren. Achterin bij Twente. Kumagai. Minami. Ze komt er steeds meer niet lekker aan. Het is of net buitenspel of net verkeerd geraakt. Of net te lang gewacht. In een slechte aanname. Komt er dan een herkansing. Berestein blijft in ieder geval aan de bal. Smit daarna niet. Kans weg. Minami. Kumagai. Het is nog wel een fase geweest in de carrière van spitsen. Dat ze niet twijfelden over ballen geven. Dat is nog langzaam maar wat vaker gebeuren. Dus nooit echt lang twijfelen, maar dus wel heel vaak twijfelen. Tanaka. Morimatsu. Tegen 3. Nu een keer uitspelen. Niet buitenspel gaan lopen. Palova. Smits wacht nu goed. Toch buitenspel. Baaiings. Smits niet. Minami. Shimizu. Maar weer eens een keer. Nog steeds niet veel, maar toch iets meer.
Natsu. Kumagai. Shimizu. Kumagai kan niet. Dit kan wel. Ja, Minami. Sumida. Door. Van Diem. Dijkstra. Van Dongen. Olieslagers. Dit is goed. Weer vragen om buitenspel en weer bediend. Door de assistent scheidsrechter. Weer Smit. Van Diemen. Bel over. Berestein. Spits. Duurt te lang. Aardig uit. Minami. Van Dongen, lichaam erin. Het mag verder. En ook doorlopen van Van Doorn. En aan die kant is het buitenspel. Een aantal keren kunnen zien in deze wedstrijd. Die moeten we eigenlijk gaan beoordelen als centrale verdediger. Eerst maar eens bij Feyenoord. Ruim voldoende gescoord in deze wedstrijd. Er komen toch wat keuzes aan, langzaam maar zeker. Dat is wat je graag wil.